Goedemorgen. Hoeveel kost uw fiets? €1.350. €1.700. €1.700. €3.000. Ik twijfel over de deugdelijkheid van de technische apparatuur. Wow, dat is perfect, hè, man. Dat was dat. Saiguan. Je merkt, er wordt duidelijk een beetje gelachen met de goedkoopste fiets van heel de gordel. Maar om een goed gefundeerde mening te hebben, ben ik gisteren naar een officiële fietsenmaker geweest. Hola David, dit is mijn buit. €99. Wat denk je ervan? Ik zie onderdelen die losstaan. Ik zie een vork van enorm slechte kwaliteit. Is dit nu, om het met een Vlaams woord te zeggen, bro? Dat mag gerust gezegd worden. Mijn conclusie is dat dit een zeer onveilige fiets is. Ik ben van plan om daar de gordel mee te rijden, 100 kilometer. Wel, dan zal ik u alvast een helm mee. Ik ben benieuwd. Oef. 100 kilometer op een fiets van €99. Allee! Ah. Omhoog schakelen, kom aan. Allee! Allee! Hola! Altijd krak, krak, krak. Ik kan gewoon geen kracht zetten. Yves, onze motaar van vandaag, is een ex-fietsenmaker. Kijk. Zie, zie, zie. Geforceerd. Het snellingsapparaat is van naar binnen geplooid. Ja. En daardoor. Oei. Staat alles scheef. Ik zal het een beetje recht plooien. Het is toch vrij zwak. Oh jong, kun je dat zo plooien? Ja, probeer eens. Ah. Oké, 12 kilometer ver, statusrapport. Conditie oké. Versnellingen niet oké. Zadelpijn begint te komen. Nu is van voor, Yves. De kwaliteit en de afstelling die niet goed is. Hè. Dat werkt voor een periode, maar niet continu. Op goede hoop. Man, 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 man. Oh. Allee, manneke. Levensgevaarlijk in het midden van een kruispunt. Krak, gedaan. Oei, oei, het is serieus nu. Kijk. Stel u voor. Kind naar school, zo'n plaats, levensgevaarlijk. Remtest! Dat gaat nog goed eigenlijk. Oké, controlepost. Dan ga ik heel even kijken. Grootste probleem, versnellingsapparaat en het zadel. Ja, dat zadel staat zo, dat heb ik al mogen voelen. Dat staat echt zo, hè. Los mijn kruisen. Oh, dat gaat zalig zijn zo. Oh ja. Oh. Gaat dat gaan? Dat zal wel lukken met die fiets. Ja? Ja? Zeker? Zeker weten. Salut, merci. Hè. Oh, conditie oké. Okay. Zadelpijn niet oké. Okay. En houding, rugpijn nog erger. Oh. En er is een spakel los, twee. Ah, ja, 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 ja. Oh ja. Door een beetje krachtig te duwen, uw versnellingsapparaat in uw spakel getrokken. En ja, nu heb je die wachterwiel nodig en een versnellingsapparaat. Ah, dus het is gedaan voor vandaag? Ja, ja, ja. Serieus? Daar gaat u niet meer mee kunnen rijden, hoor. Dat is allemaal scheef en krom. Zo, einde van de fiets, einde van de gordel.